druk bezig met de voorbereiding van morgen. Andere opzet. Waarom? Nou, niet zozeer anders. Wij hebben vorig jaar natuurlijk enorm uitgepakt omdat het 80 jaar was. En dit jaar 81 jaar. Nou, wij gaan gewoon haar verjaardag vieren. Ja. Dat doen we met een tentoonstelling. Mm-hmm. En die loopt door tot in augustus, geloof ik. Hè? Ik ben het even kwijt. Even kijken. Lokaal 54. Lokaal 54. In het nieuwe restaurant in Terneuzen. Ja, want dat is heel bijzonder. Ja, precies. Je snapt, Joost, ik mag niet zeggen welk restaurant. Nee hoor. Want dan krijg ik een boete en dan zijn we onze hele jaarsubsidie kwijt. Gaan we niet doen. Maar jij begrijpt dat ongetwijfeld. Is overigens echt waar. Hè? Ze kijken niet. Wij zijn NPO. Wij zijn publieke omroep. En we moeten aan die richtlijnen voldoen. Maar ook de volledige publieke omroep moet voldoen. Geldt ook voor ons. Oh, daar moet ik even rekening mee houden. Ik zeg het in alle eerlijkheid. Dan weten we dat. Maar geen probleem. Eventjes bijzonder aan Mathilde. Durf je dat nog te schetsen? Of hebben we daar te weinig tijd voor? Het bijzondere aan Mathilde is toch iemand die... Dat ze zo herinnerd moet blijven. Het is niet zo'n gangbaar iemand zoals iedereen. Het was iemand die er aan de rafelrandjes van de maatschappij leefde. En dus eigenlijk voor de nodige roering zorgde. Ja. En niet iedereen heeft daar oog voor. Wij wel. Wij vinden dat heel belangrijk dat in een stad ook iemand rond heeft gelopen die voor die roering zorgde. Ja, kleur in de stad en gekke dingen. Dat is wel leuk als stad nodig. Ken jij Han Joost? Persoonlijk niet, maar ben wel zeker geobsedeerd door de verhalen van Roeland. En zelf ook wat ik gelezen heb. Zeer bijzonder vrouw. Nu, hoe ben jij erbij betrokken geraakt? Dan ben je benaderd dan? Of hoe is dat tot stand gekomen? Nou, we waren vorig jaar eigenlijk ons huidige restaurant waar we aan het opbouwen. Toen was Anne Mannaerts was naar ons toegekomen of ze gebruik wil maken van ons pand. Het voormalige postkantoor. Duidelijke vraag. Ja, ze gaf eigenlijk aan waarom. En wij waren eigenlijk direct heel erg enthousiast. Want we vinden het gewoon heel mooi wat Anne en Roeland samen aan het doen zijn voor Mathilde. En toen ben ik eigenlijk wat meer gaan verdiepen in het verhaal over Mathilde. Oké. En toen kom je samen, Roeland. Bij Joost in de zaak komt een drieluik van jou te hangen. Ja, daar is het ook onthuld destijds. Toen was het nog geen restaurant. In de tijd, oké. Ja, is dat nog voor de postkantoortijd dan? Nee, het was toch postkantoor. Dat heb ik nog wel leeg stond het eigenlijk. En wij mochten het daar onthullen. Oké. En dat hebben we ook gedaan. Dat was best wel emotioneel met de jongste zus van Mathilde. Mm-hmm. En mijn wens was om het drieluik in Terneuzen te houden, hoe dan ook. Mm-hmm. Het mag best een keer reizen. Het is bijvoorbeeld laatst in Ruurlo geweest, hè, met een hoop belangstelling. Ja. En dat is ook een beetje stadspromotie. Want het hele drieluik gaat over het leven van Mathilde, met name in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat dat zo onderbelicht is gebleven altijd, heb ik besloten dat drieluik te maken, om dat eens te benadrukken. Wat zien we op het drieluik? De eerste schilderij, dan zie je Mathilde op 5-jarige leeftijd met een zwijgende massa op de achtergrond. En 3 kerktorens. Eén van Terneuzen uiteraard, die van Huls en van Sint-Jansteen. Dat zijn dus de 3 plekken waar zij haar jeugd heeft doorgebracht. De middelste schilderij neemt ze afscheid van de stad. En op dat middelste schilderij zie je heel dominant het postkantoor staan. Dat heeft een heel belangrijke rol gehad in haar leven. Dus vandaar dat ik heel blij ben dat het daar nu te zien is. Het komt thuis een beetje. Eigenlijk. Ja. Dan moet je het wat goed overeen zijn als kunstenaar. Maar kom, het is jouw ding. Ja. Nou, het postkantoor was voor mijn idee ook een beetje voor de Terneuzenaar het venster naar buiten. Hè. Daar werden de brieven verzonden en kwamen de post weer terug aan. Je keek naar de overkant. Je keek naar die groenere wei, zeg maar, elders. Ja. En dat deed Mathilde in overtreffende trap, zeg maar. Ze ging dus richting Amsterdam. Je kunt de symboliek inzien. Blijft het hangen bij jou, Joost? Of is dat ook maar een tijdelijk verhaal? Nou, ik hoop dat het lekker lang mag blijven hangen. Aan de andere kant hoop ik ook wel voor Roeland natuurlijk dat er straks een zeer geïnteresseerde klant komt. En die zegt van, nou, ik wil het ontzettend graag meenemen. Kopen, Radhoven dan. Inderdaad, kopen. Ja. Maar dan, voorwaarden, Roeland. Moet het wel in Terneuzen blijven. Kijk, dat is het probleem. Dat is lastig. Ik denk dat Joost het wel kan kopen, denk je niet? Ah, als hij straks rijk is, gaan of over een jaar, daar is hij hartstikke rijk. Dat zou best een mogelijkheid kunnen komen in de toekomst als het allemaal zo doorgaat als het nu gaat. Want maar tot zolang mag het bij jou blijven. Ja, en daar zijn we ontzettend trots op. Kan ik ook komen kijken zonder bij jou iets te nutten? Absoluut. Okay. Wij zijn eigenlijk... En dan kun je er nog een foto van maken ook. Met jezelf erbij, een selfie of zo. Ja. Nog kort even over morgen. Paradijsvogels. Was Mathilde een paradijsvogel? Nogal, hè? Ja, oké, maar... Ik bedoel, dat is een geuzennaam in dit geval. Ja, nou, wij nodigen ook mensen uit om een beetje in die trant te gaan denken. Dus als wij een tentoonstelling maken, in dit geval gaan we niet zozeer over Mathilde zelf praten, maar meer over haar gedachtegoed. Mm-hmm. Dus de diva staat centraal. Dus wij nodigen ook iedereen uit om als diva daar naartoe te komen, als het even kan. Gaat dat gebeuren, Roeland? Voor de heren zal het wat moeilijker zijn dan voor de dames. Maar ik hoop wel dat dames in één keer de uitnodiging aanvaarden en de stap zetten om iets te gaan doen wat ze al heel lang heel graag stiekem toch hadden willen doen. Ik ben benieuwd. Heb je
Weet je al dat er mensen komen? Ja, we hebben een diva, hè, die komt aan met een grote limousine. En ik heb een schilderij van haar gemaakt. Onze Terneuzense diva. Oké. Ze is geboren in Terneuzen. En ze heeft alle diva-capaciteiten die je maar kan wensen. Woont ze hier nog dan? Ja. Hè? En we gaan niet vertellen wie het is. Ken ik hem? Haar, sorry. Ja. Je weet het nooit natuurlijk. Ja. Ik denk aan die Israëlische inzending van het Songfestival toen. We hebben ook nog bijzondere muziek. Waarbij de opening is. Morgen is misschien ook nog wel even leuk om te vermelden. Ja, natuurlijk. Dus, ik luister, want dit is heen. We moeten in de Nieuwstraat komen kijken, hè? Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, moet ik binnen in lokaal 54 of bij Joost? Maar ik kan ook gewoon kijken. Als het goed is, zie ik ze over straat lopen en dan zie ik de limousine. Want het is een beetje, morgenmiddag is het een beetje de beleving, hè? Ja, klopt. Ja. Dat is de bedoeling eigenlijk. Ja, we starten eigenlijk om 1 uur in de inloop. Inloop bij de kunstgalerij. En dan om 2 uur is taart en koffie te verkrijgen bij Anne Manaerts in de galerie. Dat is een 54. Ja. Ja, en dan om 14:15 komt de diva. Verwachten we de diva en een prachtige auto aan te komen. En dan om 3 uur is de officiële opening. Die dan gedaan wordt eigenlijk door de wethouder van cultuur, Frank van Hullen. Frank van Hullen, ja. Ja, dus die zal daar mee zijn, inderdaad. En dan leuk dat ze erbij zijn, dat hoort. Ja. Absoluut. En dan om 4 uur dan kan iedereen in het voormalige postkantoor komen kijken naar het prachtige drieluik. Ja. En ik vind het toch wel belangrijk om te vermelden dat het echt het pronkstuk was van de gehele collectie die ophing in Ruurlo. Hè. Er waren 28 verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Onder andere Von Leng. En ook de modeontwerpster Von Leng. Ja, en Stijlwerker. Ja, dan... Von Leng ken ik niet alle kunstenaars, maar Von Leng, die moet je wel kennen. Ja. Er was maar de naam en het gezicht erbij te zien, zal ik maar zeggen. Precies, dat is schitterend dat Roeland zijn drieluiken eigenlijk het pronkstuk was. Ze hebben de tentoonstelling hebben ze ook nog verlengd. Ja. En ze hebben gevraagd of alsjeblieft het kunstwerk mocht blijven hangen. Maar Roeland heeft toch gekozen om ze naar de thuisbaan te brengen. Ja. Ja. Dat is nu gebeurd, hangt bij jou. Ja. Daar ben jij blij mee. Als het verkocht wordt, moet het in Terneuzen blijven. Is de belangrijkste voorwaarde. Dus dat is een ander verhaal. Natuurlijk. Ik hoop dat het weer is goed voor morgen. Ja. Dat is ook geen probleem. Perfect zelfs, denk ik eerlijk gezegd. Ja. Denk ik. Dus ik hoop dat het een leuke, gezellige, plezierige middag wordt. Want dat moet het toch eigenlijk zijn, Joost? Of niet? Zeker, het moet gewoon heel feestelijk worden. Kijk. En lekker bourgondisch in ons mooie Zeeuws-Vlaanderen. Het mooi Terneuzen. Dat moet kunnen. Oké. Bedankt voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Veel plezier ermee. Als er andere zaken te melden zijn, horen we het graag. Wordt het nou verkocht op een andere manier, wil ik het graag weten. Sla ik alarm. Ja, dan moet je. Dan kom je gewoon eerst naar ons. Dan hebben wij ook eens een primeur. Dat vinden we ook wel fijn. Ja, dat is misschien wel een hele bijzondere. Oké. Mathilde dag, 2019. Morgen, zeg maar van 1 tot 6 middags in de Nieuwstraat in Terneuzen. Op 2 locaties. Studio 54 en het nieuwe restaurant, zeg ik er dan maar zo bij. En mogelijk ook nog doorheen de straat. Maar dat is wel duidelijk ook doorheen de straat. Bedankt voor de komst naar de studio.